zingen voor Israël. Fijn dat u gekomen bent in de kerk. Ik kijk ook naar de camera, want er zijn ook veel mensen met ons verbonden via online. Het is echt heel bijzonder om zoveel mensen hier te zien. Maar het is ook heel bijzonder om te zien dat zoveel mensen willen meewerken. Koren, muzici, gastsprekers. U kunt ze allemaal vinden op het voorkant van het boekje. Ik ga ze niet allemaal apart benoemen, maar heel fijn dat u er alle bent. U ziet ook de vlag van Israël staan, want de plaatsvervangend ambassadeur van Israël zou hier ook aanwezig zijn. Hij komt ook, maar is iets vertraagd. Dus dat moment komt later. Dus we kijken even wanneer we dat moment plannen. Straks zal dominee Molenaar met ons de avond openen. En het programma vervolgt zich zoals het in het boekje staat. We kunnen dan nu gaan luisteren naar het christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Het is vandaag 9 november 2023. De avond valt en wij zitten hier in rust en vrede in dit Godshuis. Maar dat was op de avond in de nacht van 9 op 10 november 1938 wel anders. In die nacht staken de nazi's honderden synagoges in brand en verwoesten ze duizenden winkels van Joden.
De Jodenhaat uitte zich toen in die nacht, 85 jaar geleden, in gebroken glas. Vandaar de naam van de nacht die volgt in de komende nacht, de Kristallnacht. En deze tragische herdenking die elk jaar terugkomt, is deze nacht anders dan andere nachten. Dr. Robert Roset, historicus en oud-directeur van Yad Vashem, die zei dat vandaag in een interview. Dat komt omdat 7 oktober 2023 zo vers in het geheugen ligt. Die barbaarse pogrom van Hamas, waarbij 1400 Israëliërs werden gedood. Vooral burgers, mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen, ouderen, Joden en buitenlanders, afgeslacht. En nog steeds worden er tot op de dag van vandaag 239 gijzelaars vastgehouden. Het enige doel van deze organisatie en op de achtergrond de moela's in Iran is om de staat Israël te vernietigen. En na de wreedheid van Hamas startte Israël een defensieve oorlog. Veel leiders, ook in ons land, betuigde hun steun. Maar al snel zou dat veranderen. Volg de media. In plaats van steun en gebed voor Israël wordt het nieuws gedomineerd met verdriet uit Gaza. En los van het feit dat oorlog en slachtoffers altijd vreselijk zijn, moeten we onszelf de vraag stellen. Wie is deze oorlog begonnen? Welke politieke leiders hebben dit veroorzaakt, terwijl ze in luxe hun tijd doorbrengen in een land dat nog niet zo lang geleden het WK voetbal organiseerde? En in ons landje? Antisemitische openlijke jodenhaat viert hoogtij, tot aan de Tweede Kamer aan toe. Op deze avond van de Kristallnacht moeten wij niet vergeten dat Joodse levens ertoe doen. En dat dat nooit meer, ook nooit meer is. Nooit meer dat Joodse levens verbeurd worden verklaard zoals ten tijde van de Holocaust. Waarom niet? Omdat Israël door de eeuwige God gezien wordt als Gods oogappel, Gods dierbare eigendom. En elk leed wat Israël wordt aangedaan, daarmee treffen we God in zijn hart. Waarom gaat dat ons christenen aan? Via de oogpoort komt het licht naar binnen, waardoor wij de werkelijkheid kunnen zien. Israël is Gods toegangspoort tot het licht van zijn wereld, om dat licht de wereld te laten binnendringen. De zaligheid is uit de Joden, de Messias, Jezus. Wij mogen niet vergeten, geliefde aanwezigen, dat wie Israël kwalijk behandelt, dat je dan niet ongestraft voort kunt gaan. Maar aan de andere kant, wie goed doet aan Israël, zal door de Heere gezegend worden. Daarom mogen we hier deze avond zijn, om samen te zingen voor Israël, om samen te bidden, om samen het woord van onze God te openen. Wat bijzonder om elkaar met zoveel mensen hier in de Bovenkerk in Kampen te zien. Laten we deze avond voortzetten door samen de naam van de Almachtige en Alwetende God aan te roepen in het gebed. Laten we bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, u die wij onze vader mogen noemen in de Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons op deze avond hier samenbrengt in de Bovenkerk in Kampen. Op deze nacht, op deze avond van de herdenking, dat hier in de geschiedenis uw volk al zo vaak aangevallen werd. En we zeiden nooit meer, maar Heer, op die 7e oktober, wat vreselijk. En Heer, dan geldt toch ook wat u zegt in uw woord, wie uw oogappel aanraakt,
raakt uw hart, trapt op uw hart. Wie aan uw volk Israël komt, aan uw geliefde uitverkoren volk, Heere, die merkt dat. Die zal daar de gevolgen van ondervinden. O, en Heere, dan bidden we u of u met de wereld wil zijn. Die wereld die dat niet ziet. Heere, dat deze avond daar ook een middel in mag zijn dat we goed mogen spreken, goed mogen zingen, dat getuigenis mogen laten uitgaan. In een land, in een wereld wat zo blind is voor wat u schrijft in uw woord. O Heere, wij bidden u, open de ogen. Open deze avond ook onze harten, zoals we hier bij elkaar zijn. Of we nou dat woord van u vertolken in onze zang, of we spreken daarover, of we delen wat we hebben meegemaakt vanuit Israël, of we delen, Heer, vanuit de politieke achtergrond wat er leeft. Of Heer, als de vice-ambassadeur nog ons ook een boodschap mag geven, dan bidden we u, Heer, of u ons allen wilt leiden door uw Heilige Geest. En of u ons een goede en een gezegende avond mag geven. Waarin we mogen merken, Heer, dat u door uw Heilige Geest hier aanwezig bent. En dat we mogen merken dat u, die God van Israël, dat u zich over ons ontfermt. Dat u zich over Israël ontfermt, over uw volk. Terwijl we hier bij elkaar zijn om met elkaar te zingen en te bidden, zijn er zoveel Israëli's in verdriet. Zoveel zijn in nood en in spanning. En dan denken we nu bijzonder, Heren, aan de families van de gegijzelden die nog steeds daar ergens in die donkere tunnels in Gaza zitten. We denken aan zoveel familieleden van slachtoffers die geraakt zijn. Heren, wat een diep verdriet. En Heren, wij bidden nu ook voor al die andere slachtoffers. Want Heren, een oorlog die nu plaatsvindt. O Heren, wat moeten er ook zoveel onschuldigen onder lijden. O, wat een verdriet. Wij proeven het dat we leven in een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Wij proeven het dat we leven in een wereld, Heren, waarin die shalom, die in u, Heer Jezus, werkelijkheid wordt, zo ver weg is. En daarom bidden we u, Heren, dat we deze avond, nu we veel van die shalom mogen uitzingen, mogen uitmusiceren, dat we daardoor meegenomen worden. En dat u ons de ogen ervoor geeft, te zien en te bidden en te smeken om de wederkomst van u, o Heer Jezus Christus, de Messias. Dat mag, Heren, terwijl het lijden van de tijden voortduurt, ons houvast zijn. Geef dan zo, Heren, in deze avond alles wat nodig is. En binnen in het bijzonder voor allen die meewerken, of het nou in zingen is, in spreken, in musiceren, Heren, leid u zelf daarin. Dank u wel, Heren, dat u ons deze bijzondere avond wil geven. En Heren, geef dat we het ook mogen ervaren, dat u hier aanwezig bent. En dat we merken, Heren, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, ook voor de luisteraars en kijkers thuis, bidden we om een gezegende ontmoeting. Heren, schenk ons zo uw zegen. Dat bidden wij van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Het is goed om aan het begin van deze avond ook de Bijbel te openen. En ik wil met jullie graag een gedeelte lezen uit Psalm 10. Staat ook afgedrukt in het programmaboekje. We gaan met elkaar lezen Psalm 10. En daarvan de versen 1 tot en met 14. Heren, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartewens. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze zal zijn neus trots omhoog. Onderzoek niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen bezorgen te alle tijden verdriet. Uw oordelen gaan ze hem te hoog. Hij houdt ze ver van zich. Al zijn tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen loeren op de armen.
Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plek, zoals een leeuw in zijn schuilplaats. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen. Hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt. Hij duikt neer, hij bukt zich en de arme valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Zo even in die woorden van inleiding die ik sprak, schetste ik iets van het verdriet en van de ontreddering die er in Israël is. Die duivelse pogrom, de macht van het kwaad in het antisemitisme, de toenemende tegenstellingen in de maatschappij waarin wij leven. Wat een herkenning in deze, maar ook in zoveel andere psalmen. Vervloeking, bedrog en list, ook in de media om ons heen. Hinderlagen in kibbutzen, onschuldige gedood, onschuldige verminkt, overvallen. En beangstigd leeft het volk door. En waar is God? Heeft de Heere zijn oogappel verlaten? Houdt de Heere zich verborgen? Nee, geliefden. Het is niet uit te spreken welke troost de slotwoorden van onze schriftlezing ons geven. Wat die hierin kunnen betekenen, juist in die ontreddering. U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. De Heere blijft niet van verre staan. Is dat geen wonder? God zou rechtvaardig zijn als hij zich terug zou trekken en niets meer van zich zou laten horen. Maar er staat in Psalm 10, hij ziet het wel. Zonder zijn weten kan er geen slag vallen. De tranen zijn bij hem geteld en de smarten zijn bij hem gewogen. Wat een blijdschap, te midden van verdriet, om te weten dat de Heere er alles van weet en dat de Heere alles ziet. Dat helpt om niet moedeloos te worden, om niet verbitterd te worden. Maar er is nog meer. God ziet de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand zou overgeven. God die alles ziet, heeft ook alles in zijn hand. Alles in Gods hand overgeven. Wat een wonder dat dat mag. En dat dat ook beleefd mag worden, wat het is om in die hand van God te liggen en daar te rusten. Dat is een toevlucht voor Israël in de nood. Voor de soldaten die vechten, die Israël beschermen. Maar dat wil het ook persoonlijk zijn. Leven wij daaruit? Hoe kan het? Hoe kan het anders? Hoe kunnen we anders kracht krijgen? Hoe kan het anders voor eeuwigheid gaan? Dat de Heere nu, geliefden, met een open hand staat te wachten op moeite en verdriet. Hoe kan dat? Dat de Heere dat wil schenken. Dat is nu een vrucht van de Messias. De Vader nam niets van hem over. Hij heeft de vloek, de moeite en de bitterheid gedragen. Zijn liefde was zo groot om aan zondaren die zoetheid in hem te geven. Hij in de verlating, ik in de gemeenschap. Hij in de verstoting, ik aangenomen. Laten we die verborgen omgang maar veel zoeken. Dan zal de Heere
zijn Israël verlossing zenden. Daar zingen we van. Psalm 25, de versen 7 en 10. En verder zal zich het programma vervolgen.
dames en heren. Goedenavond. Shalom. Altijd fijn om shalom te hebben. Vrede. Mijn naam is Gilad Nezer. En sinds 2002 heb ik hier in Nederland mijn huis gevestigd. En ik ben een muzikus en tevens een voorzanger in Amsterdam. En dit is voor mij hartverwarmend om hier te zijn. En zoveel steun om me heen te zien en te horen. Dus geweldig, dames en heren. Applaus voor jullie zelf. Ik ga voor u een aantal liederen samen met Rineke hier, die mij heeft uitgenodigd. Ja, ben je ook niet helemaal te horen? Ja, oké. Maar wordt aangewerkt. Ja, ja. Dus we beginnen met... Dat het heel bijzonder is dat jij sowieso hier in Nederland bent en zo goed Nederlands spreekt. En dat je ook ontzettend goed Hebreeuws spreekt. Ja, dus achterin mijn keel hoor je wel dat ik Israëlisch ben. En ja. Dat blijft. Nog naar tientallen jaren. Ik ga voor jullie een psalm zingen. En een psalm 126... En bij een vertaling van een psalm, of sowieso van religieuze tekst, of van Hebreeuwse tekst, met name, is er altijd een uitdaging. Je moet namelijk keuzes maken. Hier is de keuze lastig. Is het een verleden tijd, dus toen de Heer het lot van Zion keerde, of is het in toekomst? Is het eigenlijk een lofgezang, of is het een gebed? Het is mooi om het in het midden te houden. Dus zo hou ik het graag. Want het keren van het lot van Zion is namelijk work in progress. Het is werk in progress. Work in progress. Deze psalm was niet geschreven door David. Het was geschreven waarschijnlijk bij de eind van de eerste Babylonische ballingschap. Het was geschreven toen de eerste Joden al terugkeerden naar Zion, naar Israël. En het werk is nog niet compleet. Het is gecomponeerd door een beroemde gazan, heet Josele Rozenblad. En ik ga het voor u met de prachtige begeleiding van Rineke even wat geluiden maken, zodat we weten dat het goed gaat. Ja. Oh.
omdat we Israëli's zijn, hebben we meteen wat rommel. We gaan het rommeliger maken. We hebben namelijk weer doorgegeven dat nu een heel speciaal gebed komt, maar dat was dus blijkbaar niet aangekomen. Dus bij deze, ons interactieve deel uit het hoofd. Wat we namelijk gaan doen, is samen bidden. Op de wijze van Let It Be. Zal ik een stukje vertalen? Want dat is wel mooi. Ik ga een klein beetje inleiden en dan mag je een stukje kiezen om te vertalen. Ja, ga ik doen. Het lied heet Lo Yehi. Lo Yehi is letterlijk Let It Be, laat het zo zijn. Het was geschreven als een vertaling, als een Joodse versie van het lied Let It Be. Ten midden van de Yom Kippur oorlog, zo'n 50 jaar geleden, mijn geboortejaar 37. Ten midden van de verschrikkingen van de oorlog werd Naomi Shemer, tevens de componiste van Jeruzalemse Zahav bijvoorbeeld, werd gevraagd om een lied te schrijven, een gebed. Schreef ze als een vertaling van Let It Be. En toen zei de producent, moet je luisteren, je moet ook een beetje een Joodse melodie voor hebben. Dus ze heeft een Joodse melodie voor geschreven, heel snel in de taxi van Tel Aviv naar Jeruzalem. En Rinneke, wil je even een paar gebeden hier uitspreken? Ja, Louis-Hi betekent laat het zijn. Het is een gebed. Nog staat een wit zeil aan de horizon, tegenover een zware zwarte wolk. Alles wat we wensen, laat het zijn. En als 's avonds in de vensters de Shabbatskaars brandt. Laat dat wat we wensen, laat dat zijn. En wat is het geluid dat ik hoor? Klank van shofar, van trommels. Mag je te midden van dit alles één gebed uit mijn mond horen? Dat al dat wat we wensen, laat het zijn. Het is het einde van de zomer. Het einde van het pad. Laat ze veilig naar huis terugkeren. Alles wat we wensen, laat het zijn. Lo Yehi. Het zou mijn hart verwarmen als jullie dat samen zingen. Het staat niet in het programmaboek. We gaan het heel klein beetje repeteren. Hier is het refrein. Lo Yehi, Lo Yehi, Ana Lo Yehi, Kol Shenevakesh. Lo Yehi, Lo Yehi, Lo Yehi, Ana Lo Yehi, Kol Shenevakesh, Lo Yehi, Lo Yehi, Lo Yehi, Ana Lo Yehi, Kol Shenevakesh, Lo Yehi. Wees niet bang. Het kan niet fout, maar zing wel mee. Zing maar mee. Ik let wel op, hè? Anders moeten we het herhalen. Dus de tekst is Lo Yehi, Lo Yehi, Ana, dat is ik bid, Lo Yehi, Kol She Nevakesh, Lo Yehi. We hebben hulp van de ambassade hier. עוד יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור קטן כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב עוד נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי לו יהי Ma kol amot amish, mea kol shofar,
Vrienden en familie daar. En ik hoop dat ze veilig allemaal naar huis terug zullen keren. Iedereen. We gaan nog een prachtig lied doen. Dat staat wel in het boekje, hè? Dat staat wel in het boekje. Het is een religieuze tekst vanuit Pesach liturgie. De belofte. De eeuwige cyclus. Die blijkbaar nog niet afgekapt is. Dat in elke generatie, en in elke generatie worden we bedreigd, wij Joden helaas, niet alleen de Joden, maar dat gaat hier om volk Israël helaas. En in elke generatie worden we gered door de Heere God. She'amda lavoteinu, ve'hi she'amda lavoteinu ve'lanu, she'lo echad bilvad amad aleinu lechaloteinu, amad aleinu lechaloteinu. Avotenu velayenu shelo echad bilvad amad aleinu lechaloteinu amad aleinu lechaloteinu vekam
Dank jullie wel. Inmiddels is ook de plaatsvervangend ambassadeur in ons midden. A special welcome to you, Aaron Wax. It's nice that you are here and you want to share some words with us. You may come forward to speak to us. En hij zal vertaald worden door André Diepenbroek van de Israëlische ambassade. Daarna gaan we meteen door met het gesprek met mevrouw Grootheden. Good evening, everybody. As an Israeli diplomat and deputy ambassador of the State of Israel to the Netherlands, let me start by saying thank you for your support, solidarity and friendship. Toda. Als plaatsvervangend ambassadeur wil ik u allen hartelijk danken dat u hier bent en daarmee blijk geeft van uw steun aan Israël. It's hard to imagine that a month has passed since the horrific massacre that took place on October 7th. Het is nog maar nauwelijks voor te stellen dat het een maand geleden is waarop die vreselijke massamoord heeft plaatsgevonden op 7 oktober. But it's even more difficult to see how quickly people forget. How the sentiment changes and people are now openly condemning Israel and not Hamas. For the war that was forced upon us on that tragic day. En het is tragisch om te zien hoe snel de panelen zich alweer verschuiven
en de meningen veranderen, waarbij nu Israël wordt veroordeeld en het veroordelen van Hamas al lang is vergeten. And this is why your continued support and solidarity is especially important for us now, a month after the atrocities, as the Jewish state of Israel, which is the one and only safe haven for all Jewish people around the world, is in a state of war. En daarom is het belangrijk dat uw voortdurende steun zichtbaar is hier, nog maar een maand na de verschrikkingen die hebben plaatsgevonden. En u moet weten dat de Joodse staat, de enige Joodse staat die er bestaat op aarde, Israël, die op dit moment in een staat van oorlog zich bevindt. And let me tell you that these are very difficult times for everyone in Israel. I can tell you for me it's very difficult seeing the images, the scenarios that happened a month ago. But coming in here and seeing all of you here, it gives me immense strength. And it gives everyone in Israel the strength. So I'd like to say thank you again, because to see you all here today is really, really important for us. Het is moeilijk voor iedereen in Israël, ook moeilijk voor mij persoonlijk, zegt meneer Wax. We hebben allemaal zijn er direct mee te maken gekregen in onze vrienden, familiekring. En het is nogmaals ontzettend mooi en bijzonder om u hier allen bij elkaar te zien. Daar putt hij zelf kracht uit en daar putt Israël als geheel ook kracht uit. Today also marks 85 years since Kristallnacht. On November 9th, 1938, a pogrom took place. Houses, schools, shops, hospitals, synagogues, and community centers were targeted by mobs of Nazis, attacking all aspects of Jewish life. Het is ook een bijzondere dag, een bijzondere datum, omdat het precies 85 jaar geleden is dat de Kristallnacht plaatsvond. Waarbij huizen, scholen, winkels, ziekenhuizen en synagoges alle slachtoffer vielen aan groepen nazi's die zich te buiten gingen in vernielingen en in brandschatten van alles. Many Jews were killed and even more were put away in concentration camps during this event that became to be known as the prelude to the Holocaust. En in diezelfde nacht, in die dag erna ook, kwamen veel Joden om het leven. En velen werden voor het eerst in grote aantallen naar concentratiekampen afgevoerd, zodat die datum eigenlijk geldt als het begin van de Holocaust. That night, back in 1938, it did not matter whether you were rich or poor, male or female, young or old. The only thing that mattered was that you were Jewish. In die nacht, in 1938, maakte het niet uit of je jong was of oud, rijk of arm, man of vrouw, kind of volwassene. Het enige wat telde was dat je Joods was. And this was also the case just a month ago during the Hamas massacre, the pogrom that took place. Not since the Holocaust have so many Jews been killed in one single day. The unimaginable figures currently stand at over 1,400 murdered, 6,900 injured, and tragically 239 people kidnapped into the Gaza Strip. Die pogrom uit 1938 doet ons denken aan de pogrom die plaatsvond in Israël, nog maar een maand geleden op 7 oktober. Waarin, ik moet even spieken nu, 1400 mensen om het leven werden gebracht, 6900 gewond raakten en rond de 240 gegijzeld werden. The horrific scenes of the slaughter that took place in the middle of the Sabbath, on a Jewish holy day, are still hard to process. But it's vital to share these images with all those who are still yet to speak out and condemn it. De vreselijke beelden die van de slagpartij die heeft plaatsgevonden een maand geleden staan ons allemaal nog vers in het geheugen en zijn nog steeds lastig om te verwerken. Te meer daar het plaatsvond op een Sabbat en ook nog op een Joodse feestdag. They remind us of awful atrocities we've seen in recent years by ISIS and scenes that the Jewish people have not seen since the worst genocide in human history perpetrated by the Nazis during the Second World War. En het doet ons terugdenken aan de vreselijke barbaarsheden die we hebben gezien met ISIS
nog niet zo heel lang geleden. En we moeten eigenlijk constateren dat die dag, de 7e oktober, de bloedigste dag was in de geschiedenis van het Joodse volk sinds de Tweede Wereldoorlog. The monsters who attacked Israel slaughtered women and babies. Entire families were butchered from any background of any faith. In cities and towns, and hundreds of young people attending a music festival. De monsters die Israël aanvielen op die dag en vrouwen en baby's vermoorden, gehele families uitroeiden, van elke achtergrond, wat voor soort mensen het ook waren, van welk geloof ze ook waren. En daarnaast nog eens honderden mensen die een muziekfestival bijwonen. And if that wasn't bad enough, they then abducted and took Israeli hostages back to Gaza, parading the poor children as trophies in the streets, publishing videos of poor elderly women on social media, all the meantime celebrating as this was some kind of victory to slaughter innocent civilians. En alsof het nog niet erg genoeg was, er werden ook nog 240 Israëli's, mannen en vrouwen, kinderen ook en bejaarden, meegenomen naar Gaza. En de arme kinderen werden daar rondgevoerd in pick-up trucks als trofeeën, alsof er een soort van overwinning werd gevierd. Israel has been fighting for 75 years for its very existence. And we will continue to do whatever it takes to protect our citizens and our nation. We will fight because we have nowhere else to go. We will prevail with the help of the Almighty and we will defeat the Hamas terrorists. Israël is al 75 jaar in deze strijd verwikkeld om het bestaan. En zal daarmee doorgaan. Zal ook nu haar kinderen, de burgers van het land beschermen. En meneer Wack zegt, we zullen overwinnen met de hulp van de Almachtige. The Israeli Defense Forces are targeting Hamas in order to destroy its military capabilities and to ensure that Hamas will not continue to govern and threaten our people. Israel is seeking to minimize harm to the civilians in Gaza, calling them to evacuate the northern area to the south. But Hamas is blocking the roads, preventing the civilians from moving to safer areas, and even shooting them as they try to flee the fighting. The reason for this is that Hamas purposely operates from within populated areas in Gaza and commits a double war crime by shooting at Israeli civilians while using their own residents of the Gaza Strip as human shields. En u weet dat het leger, de IDF, bezig is om de militaire capaciteiten van Hamas te vernietigen. En ook om Hamas uit de Gazastrook te verwijderen. En daarmee probeert Israël zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken. En roept ook de burgers op van Gaza om van het noorden naar het zuiden van de strip te gaan. Om op die manier uit de gevechtszone te blijven. Maar zoals u weet, Hamas blokkeert de wegen. Zodat de mensen niet kunnen vertrekken en beschiet ze zelfs. En dat is ook iets wat we kennen uit van eerdere dagen, toen Hamas zijn militaire installaties en zijn commandocentra in dicht bevolkte, door burgers bevolkte gebieden plaatst, bewust om zich te verschuilen achter een menselijk schild. Each one of our citizens should feel safe and secure in their homes. Just like every one of us here should feel safe here in the Netherlands. I can tell you that sadly, this is not the case currently for many of the Jewish population here in the Netherlands. There is a disturbing and steep rise in anti-Semitism. Jewish children are being bullied in schools, families hide their mezuzah from their doors, and events are being cancelled out of fear. On the streets we see protests where Hamas terror is praised and anti-Semitic slogans are shouted. Israël beschermt haar burgers en het is ook iets waar mensen recht op hebben. Iedereen heeft recht op een rustig leven zoals wij dat hier allemaal kennen in Nederland.
Wie dat steeds minder hebben is de Joodse gemeenschap. Die te maken krijgt met akelige demonstraties van pro-Palestijnse demonstranten die Hamas prijzen. Mensen, kinderen worden van school weggepest. Mensen verbergen hun mezoenza, het kleine wetsrolletje bij de deurpost, om maar niet op te vallen. En dat is iets wat hem zorgen baart. When we remember the horrors of Kristallnacht, we have to commit ourselves to never again. And that means standing together and taking a stand against anti-Semitism. The Jewish community should feel secure in the Netherlands, just like any other group. And we cannot allow hatred to manifest. Wanneer we de Kristallnacht en het verschrikkelijk wat toen is gebeurd herdenken op deze avond, dan betekent dat als we iets als we zeggen nooit meer, never again, dan is dat iets wat waar we achter voor moeten staan, waar we ook voor moeten staan. Dat het iets is wat in de praktijk wordt gebracht. Zodat de Joodse gemeenschap ook in Nederland, net zoals elke andere gemeenschap in dit land, vrij en buiten gevaar kan leven. En dat is iets waar we met elkaar op moeten letten en ook bewust als standpunt met elkaar zullen moeten innemen. In Israel, we now stand united. Together in this fight, we fight for our lives and we fight for our future. Thank you all so much for being here tonight, for your friendship and continuing support. Israel shall prevail. We unite here this evening with hope, hope that light will win from darkness, hope that we may live in peace. In Israël is geen sprake meer van verdeeldheid. Israël staat verenigd. Verenigd in het gevecht wat nu geleverd moet worden. Het gevecht voor het overleven van het land, van de natie. Meneer Wax, dankt u allen voor uw aanwezigheid hier en voor uw vriendschap en de voortdurende steun die ervaren wordt. Israël zal overwinnen. En we zijn hier bij elkaar vanavond in de hoop. Hoop die ons verenigt. Dat het licht van de duisternis zal winnen. En dat we een hoop dat we ooit allen in vrede zullen kunnen leven. Let me end with some words of the priestly blessing. Hij zal nu eindigen met enkele woorden uit de hoge priestelijke zegen. Yevarecha Adonai v'yashmerecha. Ya'ar Adonai panav alecha v'yechunecha. Yisa Adonai panav alecha v'yasim lecha shalom. V'samu et shmi al bnei Yisrael v'ani avarechem. The Lord bless you and protect you. The Lord deal kindly and graciously with you. The Lord bestow his favor upon you and grant you peace. Thus they shall link my name with the people of Israel and I will bless them. Ja, ik hoef dit nauwelijks te vertalen. U kent het allemaal van de zondagdiensten. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. To conclude, I would like to propose a moment of silence for all the victims and to also use this opportunity to pray for the safety of the brave soldiers currently fighting in Gaza. And plea for the release of the hostages by raising the posters you have with you in front of you. Meneer Wax vraagt ons allen om met elkaar een moment van stilte in acht te nemen voor de vele slachtoffers die gevallen zijn. En om in stilte te bidden voor het lot van de soldaten die moeten vechten op dit moment in Gaza. En natuurlijk niet te vergeten voor de gijzelaars die daar nog steeds vastzitten. En hij vraagt u om dat staande te doen. En dan de poster die u op uw stoel hebt gevonden met een van de gijzelaars daarop, om die voor u te houden of omhoog te houden. Wilt u gaan staan?
Thank you. Hartelijk dank. Also, thank you for your special words. André Diepenbroek, dank ook voor de vertaling. We gaan in gesprek met Marta Grootelle. Fijn dat je er bent. Ja, jullie hebben zelf 5 jaar in Israël gewoond. Wat was eigenlijk voor jullie de reden om naar Israël te gaan? Ja, dat wil ik zeker vertellen. Mag ik even nog iets tegen de ambassadeur zeggen? Zeker. Ani rotza lagid mashu. Anachnu kulanu omdim itchem. Va'am Israël, ba'lef shelanu, va'batfila shelanu. Wij hebben dus 5 jaar in Israël gewoond. Ik heb even tegen hem gezegd dat wij allemaal, zoals we hier zijn, naast het volk Israël staan. En dat het volk Israël in ons hart en in ons gebed is. Mijn man is theoloog en wij hebben als gezin daar 5 jaar gewoond. En eigenlijk heel kort gezegd was het voor ons gewoon het gehoorzamen aan Gods stem om naar Israël toe te gaan. Een aantal jaren daarvoor zijn we met z'n tweeën, mijn man en ik, in Israël geweest. En ik herinner me een moment, toen zaten we bij de klaagmuur, de mannen apart en de vrouwen apart. En ik zat daar in mijn Bijbel te lezen. En ik las daar in de brief van Romeinen, het Nieuwe Testament. Nou, dat is gewoon ook geschreven door Joden. Een heel Joods boek ook. En met dat ik dat las, raakte me dat enorm. En toen heb ik gebeden, God, wilt u ons gebruiken, ook voor uw eigen volk? En het is best gevaarlijk wat je bidt, want God doet dat ook. En een aantal jaren later heeft God mijn man Albert geroepen. En zo is dat in ons leven gekomen. Ja. Nou, jullie staan ook eigenlijk aan de basis van een heel mooi videoproject, De Verkennis. Kan je misschien kort uitleggen waarom dat project? Ja, zeker. God heeft eigenlijk een hele diepe liefde voor het volk Israël in ons hart gelegd. En we hebben daar gewoond. We zijn ook echt van het land zelf gaan houden. Een prachtig land, de woestijnen, de heuvels van Judea, Galilea.
Maar ook de Bijbel kwam daar veel meer voor ons tot leven. Je gaat echt zien waar het over gaat. Je gaat ook de psalmen bijvoorbeeld heel anders lezen als echt Joodse liederen. En dat wilden we eigenlijk niet voor onszelf houden. Dat wilden we heel graag delen met de mensen in Nederland. En vooral met de jeugd. Want wij zagen dat oudere mensen eigenlijk toch vanuit de opvoeding nog wat meer betrokken zijn op Israël. En bij de jeugd en de kinderen veel minder. En vandaar dat dat eigenlijk ons diepe verlangen was. En ja, God heeft dat ook zo geleid dat we dat zo mochten doen. Ja, je noemt even de jongeren. Jullie geven ook aan, dus best wel veel eenzijdige berichtgeving. Polarisatie, antisemitisme. Hoe los je dat op? Of hoe zorg je ervoor dat mensen ook daadwerkelijk weten wat er echt speelt? Ja, wij zijn daar nu recent helemaal ook heel erg van geschrokken. Als je ziet wat jongeren allemaal tot zich krijgen via social media. Waar wij voor gekozen hebben in de video's van de Verkenners is om echt een stuk kennis te geven. Want als je een volk leert kennen, dan zul je veel minder snel dat volk haten. En ik moest me ook denken aan, we hebben een opname gedaan over Joodse kleding midden in de wijk Mea Shearim. Nou echt, dat is ongelooflijk ultra-orthodox. En daar hebben ze een hekel aan camera's en aan smartphones en alles. En daar stonden wij te filmen. En ik zag al een aantal zo kijken. En ze wilden eigenlijk ons laten stoppen. Dus ik dacht, nou, ik ga er naartoe. Dus ik begon een gesprek met ze en ik legde uit, joh, weet je wat we aan het doen zijn? En toen raakten ze ontroerd. En toen zeiden ze, ga hier alsjeblieft mee door. Vertel de jongeren in Nederland wie wij zijn, wat we geloven. Want dat zorgt ervoor dat ze ons niet gaan haten. En ik denk dat ook nu in deze tijd ontzettend belangrijk is dat er goede kennis is. En ook wat betreft de berichtgeving, dat mensen zich echt goed laten informeren. Ja. Nou, een hele mooie oproep om mee af te sluiten. Waar zijn jullie te vinden? Waar kunnen mensen naartoe? Ja, nou, YouTube hebben we een kanaal. Daar kun je de video's van de Verkenners vinden. En vooral ook in het onderwijs, gebruik ze. Wij horen van kinderen nog een prachtig voorbeeldje. Een meisje van 6 die zei, juf, sinds ik die video's heb gezien, geloof ik dat de Bijbel echt waar is. En toen dacht ik, nou, dat is toch al wat. Maar voor haar, alles in deze wereld zie je op een filmpje. En verder de Bijbel niet. En toen had ze gezien, maar het land Israël bestaat echt. En toen geloofde ze, de Bijbel is echt waar. Heel mooi. Hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan luisteren naar twee liederen van het Urker gemengd koor Immanuel. Guide us with your grace.
Welkom. Ja, doet hij het? Ja, hij doet het. Fijn dat u er bent, dominee Molenaar. Ik heb van tevoren sowieso heel weinig tijd gekregen en we gaan dat nog iets inkorten, want de tijd loopt ook door. Eigenlijk heb ik twee vragen voor u. U heeft in uw korte meditatie al iets gezegd over de rol die wij, of de rol van de kerk Israël. Maar u bent naast dominee ook voorzitter van bestuur van de Stichting Messias, Berlijn en Joden. Kunt u heel kort vertellen wat die stichting doet? Jazeker. Als stichting Steun Messias, Berlijn en Joden ondersteunen wij Israël. We zijn met Israël verbonden omdat God in zijn woord zegt, in Genesis 12 al, dat hij zich aan Abraham en aan het nazaad van Abraham verbonden heeft. En dat een ieder die in Abraham gezegend wordt ook gezegend mag zijn. Dat is onze eerste verbondenheid met Israël. En daarnaast zijn wij dubbel verbonden met Israël, omdat we met de Messiaanse Joden ook de Messias delen. Jezus, de Messias. Martha zei het net al, en naar een stukje wat ze vertelde. Het Nieuwe Testament is Joods. Gaat over de Heer Jezus, de Joodse Messias. En dat deden we met Messiaanse Joden. En wij ondersteunen hun als stichting in Nederland. En dat doen we op drie verschillende manieren. We ondersteunen hun in diaconale projecten. Bijvoorbeeld Beat Chaim, een pro-life project. We ondersteunen ook Netiva. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen, want daar gaan we ook onze collecte voor geven. We ondersteunen ook diaconale noden op allerlei plekken in Israël. We ondersteunen gemeentes, Messiaanse gemeentes. En we geven ook toerusting aan leiders in Israël. Dus we doen heel veel, al 20 jaar. Heel mooi werk. En daarom mag ik ook vaak in Israël zijn. En heel bijzonder hoe daar ook het woord tot leven komt. En hoe je daar die verbinding ook voelt. Geweldig mooi. Dank. Jullie zijn sowieso een noodhulpcampagne gestart, ook als stichting. U noemde al even het doel waar we nu straks voor gaan collecteren. Het staat ook in het boekje, de informatie, maar kunt u heel kort toelichten wat het project inhoudt en waarvoor mensen ook mogen geven? Ja, Netiva is een heel bijzonder project. Joel Goldberg, we zullen op deze avond ook nog een boodschap van hemzelf gaan horen. Hij is directeur van Netiva. En het doel van Netiva is om jonge mensen voor te bereiden op de legertijd. Alle Israëli's, mannen en vrouwen, moeten in dienst. En ze bereiden ze voor door middel van conferenties, door middel van een 6-weeks project waarin ze leren om hoe ze kunnen uitblinken in het leger en om ze daar goed op voor te bereiden. En juist nu in de oorlog zijn er heel veel mensen die bij Netiva zijn geweest, jonge mensen die ook moeten dienen aan het front. Dus dat komt ontzettend dichtbij, allemaal jonge mensen. 19, 20, 21, 22, die leeftijd, die jonge mannen en jonge vrouwen, die staan aan het front. En daar zijn ze dus in toegerust. En waar onze noodhulpactie speciaal voor bedoeld is, dat is in de Israëlische samenleving is op dit moment heel veel eenheid. Dat is heel mooi om te zien, dat vertelde de ambassadeur ook. En of je nou een Messiaanse Jood bent, of een orthodoxe Jood, of je bent een Arabische Jood, je ziet dat men zich samen verenigt en dat er ook tekorten zijn. En er zijn ook tekorten in het leger, medicatie, slaapspullen. 360.000 reservisten zijn opeens opgeroepen. En ja, je hebt niet genoeg middelen daarvoor gelijk voor handen. En aan alle kanten wordt daarvoor gezorgd. Dat kost een hoop geld en heel veel vrijwilligers en hun bijdrage helpen daarbij. Dus we mogen eigenlijk bijdragen in de hulp om Israël om zichzelf te verdedigen in de oorlog die ze op dit moment voeren tegen Hamas. Hartelijk dank. De collecte zal nu ook plaatsvinden. Dat kan onder andere via de QR-code. Ik kijk ook even naar de mensen thuis. Er verschijnt ook een QR-code in beeld. En dit is niet de eerste avond die gehouden wordt. Bert Notenboom kreeg het voor elkaar om 20.000 euro binnen te halen. Kees van Velsen, 25.000. Ik ben heel benieuwd hoeveel wij hier in Kampen bij elkaar halen. Dus van harte aanbevolen. En dan zal de samenzang ook plaatsvinden. Dank.
We gaan in gesprek met Pieter Grimwis. Fijn dat u er bent, van de ChristenUnie. Nou, het woord is al genoemd, een pogrom. Uw collega Don Seden noemde het ook zo. Waarom juist die bewoording? Ja, goeie avond allemaal. En allereerst een kippenvel, hè, krijg je hier van deze geweldige samenzang, het geweldige orgel. Goed om hier bij elkaar te zijn met de plaatsvervangend ambassadeur, met de prachtige zingende gemeente koor en het mannenkoor en met u allemaal. Dat wil ik eerst even gezegd hebben, maar tegelijkertijd inderdaad de aanleiding is ongelooflijk verdrietig. Het is alweer 33 dagen geleden, toen zaterdagochtend, we werden wakker met de berichten en met de beelden, maar eerst de berichten van inderdaad die pogrom, zo hebben we dat genoemd. Zo heeft mijn collega Don Seder het genoemd, zo noem ik het ook. Het was een pogrom, het was een ongelofelijke terreurdaad van de terreurbeweging van de terroristen van Hamas. En ook nog eens een heel symbolische dag. En ja, het lijkt wel alsof we dat zomaar vergeten, hè? Wij niet, hier gelukkig, en ook niet in de politiek. Ik zie mijn collega bisschop van de SGP zitten, wij van de ChristenUnie ook niet. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de algemene vergadering daar, dat men een meerderheid dat wel lijkt te vergeten. Of sommige ambtenaren hier bij Buitenlandse Zaken, ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat kan toch niet waar zijn? En zeker op deze avond, waarop we herdenken, de plaatsvervangend ambassadeur zei het al, 85 jaar geleden die verschrikkelijke kristalnacht, het begin eigenlijk van de Holocaust. Ja, dan kan ik niet anders zeggen, dat wat we op 7 oktober hebben meegemaakt, dat was een pogrom. De ChristenUnie zegt ook, we moeten echt pal achter het bestaansrecht van Israël staan. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. En wat zijn die daden dan? Ja, allereerst in mijn rol, in onze rol, in de Tweede Kamer. Dat wij pal staan als er bijvoorbeeld zoiets gebeurt, een soort stemming in de ledenraad van de Verenigde Naties of ambtenaren bij Buitenlandse Zaken. Dat wij dan opstaan en zeggen, wacht even. Als er nu wordt gepleit voor een wapenstilstand, dan wordt vergeten wat de aanleiding was, namelijk de terreurdaad van Hamas op 7 oktober op Israëlisch grondgebied. Dus dat is ten eerste. Ten tweede wil ik het ook weer dichter bij huis brengen. Want als het in het Midden-Oosten, als het in Israël regent, dan druppelt het hier. En dat bedoel ik niet in positieve zin, maar dan druppelt het hier haat in onze straten. En ik zelf ben gemeenteraadslid geweest in de gemeente Den Haag. En ik begon daar in 2014. En ik dacht dat ik in dat jaar 2014 al heel veel had meegemaakt aan antisemitisme. Aan jodenhaat. We hadden toen de opkomst van IS, van ISIS toen nog geheten. En er waren demonstraties in Den Haag. De meest antisemitische demonstraties die ik tot dan toe had meegemaakt. Met jodenhaat. En onze toenmalige burgemeester keek daar eigenlijk bij weg en liet het toe en liet het gebeuren. Ik ben toen in de pen geklommen, heb samen met collega's van de VVD een nota geschreven. Waardeer Joods erfgoed, want dat hebben we gelukkig nog. Ook al is er een verschrikkelijke zwarte bladzijde geweest, maar we hebben dat nog. Maar ook weer antisemitisme. En ik dacht eigenlijk, we hebben alles gehad. En nu zitten we sinds 7 oktober nog maar een dikke maand in een vreselijke nieuwe oorlog. Waarbij ook inderdaad heel veel onschuldige slachtoffers vallen, ook in Gaza. Maar hebben we de grootste stijging van antisemitisme ooit gemeten? Het CIDI, 2 dagen terug, kwam het bericht, niet zomaar 100 of 200%, maar een stijging van 818% aan antisemitische uitingen in ons land, op onze scholen. Waar vanavond ook herdenkingen van de Kristallnacht zijn niet doorgaan uit angst voor antisemitische uitingen. Gelukkig is de Kristallnachtherdenking vandaag in Amsterdam drukker bezocht dan ooit. Dus er zijn ook tekenen van hoop. Maar daarom zou ik willen oproepen, laten wij dit niet over zijn kant gaan. Laten wij opstaan, schouder aan schouder met Israël. Maar ook zij aan zij met onze Joodse gemeenschap, die zo klein is geworden, maar wel onze bescherming nodig heeft. Ja, mooie oproep. Ik had nog een derde vraag, maar die stel ik straks aan de SGP. Ik denk dat dit heel mooi om mee af te ronden. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik nog één ding dan zeggen, dat wij als derde punt
vooral het gebed niet vergeten voor Israël, voor onze Joodse gemeenschap in ons land, voor vrede, voor Jeruzalem. En dan wil ik aansluiten tot slot, als u me dat vergunt, bij de woorden uit Psalm 10 die vanavond werden gelezen. Zeker als je zoiets meemaakt als op 7 oktober hè, in Israël. Je zal maar vader zijn, moeder zijn, kind zijn en zoiets overkomen. Dan zou je zeggen in je hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. En dan het gebed, sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet, u ziet het wel. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Laten we dat doen. Hartelijk dank. We gaan luisteren naar het Urker Gemeentekoor Emmanuel.
blijf wachten tot u komt. Heer mijn God, ik blijf nog sterker op u wachten dan een mens in lange Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen vrucht meer aan de wijnstok zijn, geen koren op het veld, geen vee meer in de stal. Kortom, als alles tegen zit in dit leven, dan toch, zegt de schrijver Habakuk, dan toch ga ik mij verheugen in de God die mij gaat redden. En toen ik dat las, toen dacht ik, hoe kan dat? Als alles je ontvalt in het leven. In oorlog, ver weg, maar misschien ook wel heel dichtbij. Als je zekerheden wegvallen. En dan toch zeggen, ik ga God prijzen, want hij gaat mij redden. Dat zijn geen gemakkelijke woorden. Maar dat zijn woorden van hoop. Woorden van geloof. Dat is het lied van de vijgenboom. Ik begin met een panfluitsolo, waarin juist die eerste dingen worden verwoord. De moeite die je kunnen overkomen in het leven. En dan komt er een droevige melodie en Rieneke gaat mij begeleiden op de piano. En die droevige melodie wordt herhaald en gaat steeds sneller. En we eindigen in een typisch Israëlische stijl. Om ook die andere kant, de hoop, weer te geven. Thank you.
This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and all this lovely land with me. Oh, I am just a man, and you are by my side. With the help of all, we know we can be strong. We veranderen het programma iets. We gaan zowel in gesprek met Roelof Bisschop van de SGP, hartelijk welkom, en André Diepenbroek van de Israëlische Ambassade. Om te beginnen met u, meneer Bisschop. Deze week is de SGP een paar keer in het nieuws geweest, in de actualiteit. Waaronder het Israëlische volkslied laten horen op Radio 1. Ja. Welke reacties heeft u gehad? Nou, het meest bizarre vond ik de reactie van de presentatoren. Het was aangegeven, en Christoffer had ook aangegeven waarom hij dat volkslied aanvroeg. En dan wordt er verschrikkelijk moeilijk gedaan, alsof het een soort besmette tekst is. Ik hoorde ergens iemand opmerking maken alsof hij het Horst Wessel lied had aangevraagd. En dat was dan het populaire lied van de Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, de SS enzovoorts. Ik vond het beschamend. En daarom vind ik zo'n bijeenkomst als deze ook buitengewoon waardevol. U steunt daar Israël mee. U steunt er ook een SGP en een ChristenUnie en andere fracties die pal staan voor Israël mee. Omdat de druk om vooral maar kritiek te hebben op Israël voortdurend toeneemt. En natuurlijk, er is van alles te zeggen. En dat gaan we ook allemaal nog wel doen enzovoort. Maar nu is niet het moment voor ja maar. Nee. Voor steun. Wat doet dat met de Israëlische ambassade om het Israëlische volkslied te horen op de Nederlandse radio? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. We waren ook echt verrast door deze aanvraag. En dat je
Nou, midden in de ochtendspits ineens had ik wel langs hoort komen. Maar dan heel snel weer wordt weggedraaid. 40 seconden. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat we in een land niet meer iemands persoonlijke voorkeur kunnen laten horen? Dat daar een verhaal aan wordt opgehangen alsof het, verdeeldheid stimuleert. Het is het lied van de hoop. Dus er is niks moois om dat op de radio aan te zetten. En daarom is het ook heel mooi dat we het eerst gehoord hebben van Noortje van Middelkoop op de panfluit. En straks gaan we het met z'n allen hardop zingen. Heel mooi. Om toch even de politiek bij je aan te halen. Wat doet het met u, wat doet het met de ambassade dat ook bijvoorbeeld in ons parlement antisemitische leuzen of ronduit worden uitgesproken? Ja, dat deed zich in de tweede week na de inval al voor. Dat van de zijde van Denk, die kreet van From the River to the Sea, Palestine will be free. Benoemd werd en via een interruptie werd dan nog eens een keer onderstreept dat dat toch vooral moest kunnen. En de week daarop deed de vertegenwoordiger van Denk het zelf. Het verbaast mij niet, eerlijk gezegd. Kijk, als je om je heen kijkt, dan vraag je af, zo'n snippertje land, 2/3 van Nederland ongeveer. Hoe is het mogelijk dat hij elke dag op de voorpagina van de krant staat? Ik heb wel eens tegen mensen gezegd in discussies, dan moet er toch wel iets bijzonders met zo'n landje zijn. En dat is ook zo. Ik zie dus ook die strijd rondom Israël en de felheid daarmee veel meer als een geestelijke strijd in feite. Want er zijn nog beloften in de Bijbel voor het volk Israël. En misschien moeten we dat niet identificeren helemaal met de staat Israël, die nog vervuld moeten worden. De dominee verwees al naar de belofte van Abraham tot in eeuwigheid. Als nu Satan erin zou slagen, hij heeft in de geschiedenis het verschillende keren geprobeerd om dat volk uit te roeien, om de Messias uit te roeien. Het is hem altijd niet gelukt. Maar als het nu zou lukken om dat volk alsnog uit te roeien, dan kan God zijn belofte aan dat volk niet vervullen. En dat maakt God, zou God tot, ik zeg het maar een beetje plat, tot een leugenaar maken. En dan heeft Satan gewonnen. Hij weet dat hij verloren heeft, maar dit is zijn poging. En zo zie ik het zeg maar in het licht van die geestelijke strijd. En moeten we daar ook vooral massief steun uitspreken. En inderdaad, als er dingen niet goed gaan, kun je dat als vriend inderdaad kenbaar maken. Maar dat is tijd en wijze voor. En dat is niet op het moment dat een land tot over zijn oren in een strijd zit om te overleven. Helder. Laatste vraag aan André Diepenbroek. Wat zou uw oproep zijn aan de politiek? Maar namens de Israëlische ambassade, maar ook aan de mensen hier. Als ambassade oproepen doen aan de politiek, dat is heel riskant. Daar waag ik me niet aan. Ik kan wel natuurlijk een oproep aan u allen hier doen en de mensen ook die thuis kijken. We hebben het al eerder gehoord vanavond. De Joodse gemeenschap is een kleine groep van, we weten het niet precies, de tellingen verschillen tussen de 25 en de 40.000 mensen. Dus dat is een klein dorp. Laat ook blijken dat u aan ze denkt. Als er een synagoge in uw stad of in uw dorp is, ga er eens heen. Breng een bloemetje. Stuur eens een kaart als u een adres weet. Laat zien dat de mensen niet alleen staan. Ik was eerder op de avond nog even bij Christen voor Israël. En daar was iemand met een groep mensen naar Antwerpen geweest. En de mensen daar zeiden, het is hier zo verschrikkelijk. We kijken eigenlijk het liefst naar de NOS, want het is eigenlijk, dat is nog veel beter van wat we hier horen. Jullie, die met een groep naar ons zijn toegekomen om bij ons te zijn, zijn mensen die door God gezonden zijn. Zo wordt er naar ons gekeken. Laten we daar gewoon vooral mee doorgaan. Beide, heel hartelijk dank. Dan gaan we luisteren naar een, Dan gaan we luisteren naar een lied, een zeer bekend lied en een prachtig lied, een toekomst vol van hoop.
Thank you.
Dank u wel.
Halleluja. Eer zij aan God die zijn vrede in de Messias schenkt. Mooier en toepasselijker hadden we dit concert, dit zingen, bidden en samen zijn om Israël te steunen niet kunnen afsluiten. Met het uitzingen van de shalom die er is in de Messias. Dat we allemaal maar van die shalom, die werkelijkheid is in de Heer Jezus, mogen leven. Wat een vreugde is dat. Zo mogen we aan het einde komen van deze avond. En het is een latertje geworden. Maar we zijn allemaal gebleven, want ja, het is uniek. Bijzonder om hier samen te zijn. Een hartelijk woord van dank aan Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo en het Urke gemengd koor Immanuel, beide onder leiding van Harm Hoeve. Marco den Toom op het orgel. Hendrik van Veen op de piano. Roderick van Arnhem, de piano solo. Het was muisstil toen je eindigde. Wat bijzonder hoe gezongen muziek, hoe geklonken muziek, hoe dat harten kan raken. En ons heel dicht bij die diepe diepte van ons hart mag brengen. Zo hoorden we ook Arjan en Edith Post, die ons op de trompet vanaf het orgel soms wegbliezen. Wat een geluid. Noortje van Middelkoop, die ons wist te beroeren met de klanken uit de panfluit, heel bijzonder. En natuurlijk Rineke de Wit op de zang, al zingend en op de hobo, samen met Gilad Nezer, de gazan. Hoe bijzonder om zo samen het woord van God uit te zingen en de Heere groot te maken. Wonderlijk. En heel bijzonder ook dat de plaatsvervangend ambassadeur van Israël erbij mocht zijn. Toen ik van de week een filmpje zag van een Joodse student op universiteit in Engeland, toen kwamen er allemaal antisemitische leuzen naar hem toe. En hij stond daar met zijn gebedsmantel aan. En terwijl daar honderden studenten om hem heen zaten en hem beschimpten met zo'n dergelijke leus die Roelof Bisschop ook aanhaalde, zei die constant, Am Yisrael Chai. Het volk van Israël leeft. Het volk leeft. God bewaart zijn volk. Zo zongen we al in Psalm 126. Hij deed dat en hij zal dat doen. Wat een vreugde mag daarin liggen. Heel bijzonder dat we ook samen onze gaven mochten geven. Ik kreeg net een briefje met de tussenstand. Inmiddels is er 16.500 euro opgehaald. Heel bijzonder. Ik zag sommige mensen de mobiel nog zoeken. Vergeet niet, als u dat nog niet gedaan hebt, thuis via de QR-code nog iets te geven. Altijd goed om te delen van het vele wat we hebben gekregen. Ook dank aan Laurens Sok, die de gesprekken begeleidde. Maarten Grootherre, Roelof Bisschop, André Diepenbroek en Peter Grinwis. En ook veel dank aan de organisatie Johan van Arnhem en consorten en alle sponsoren die het concert mede mogelijk hebben gemaakt. Ons past nu om de Heere te danken. Te danken voor alles wat Hij ons schonk. Laten wij danken. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons deze bijzondere avond hebt gegeven. Hier samen te zijn in de werkplaats van uw Heilige Geest. Om te zingen. Om te bidden. Om u aan te roepen. Om uw ontferming. Om u te loven en te prijzen. Wie u bent, die eeuwige trouwe verbondsgod, die uw volk Israël niet loslaat. O Heere, wat is dat een wonder. Dat, Heere, de duivel die het telkens weer probeert, om dat vrouwenzaad kapot te maken. Maar Heere, dat u het schenkt. Telkens weer dat u uw volk redt uit de benauwdheid. O, en Heere, geef dan dat Israël niet zal vertrouwen op zijn goede leger, want dat bleek ijdele hoop. Dat Israël nog het vertrouwen stelt op mensenwerk. Maar Heere, dat er in Israël een hartelijk bidden is, een hartelijk roepen is. Een roepen is om de hulp van U, de Almachtige. Dat er een roepen is, Heere,
om bekering, om ommekeer tot u, de God van Israël. O Heere, open de ogen voor de Messias die gekomen is en terugkomt. We horen zijn voetstappen op de aarde, ook in de oorlog die nu plaatsvindt. En alles ziet uit, Heere, naar uw wederkomst. Als u uw voeten zult zetten op de Olijfberg en als de shalom uit zal gaan vanuit Jeruzalem over heel de wereld uit. Ja, Heere, dan zal er vrede zijn. Werkelijk vrede. Van het uiterste hoekje van de aarde tot de andere aarde, tot de andere punt. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar u zelf alles en in allen zult zijn. O Heer, op een avond als deze mogen we daar al iets van proeven. Al iets van verlangen. O Heer, schep dat verlangen in ons hart. En ga er zo met ons, als we van hier gaan. Heb dank voor al het goede wat u gegeven hebt. Zegen dat. Vergeef ook wat niet naar uw wil was. En Heere, geef ons een goede thuisreis. We bidden, Heere, in het bijzonder ook voor het Joodse volk en al diegenen die nog steeds zo in verdriet zijn. Die nog steeds zo in onzekerheid zijn, omdat hun geliefden nog vastzitten. Of omdat hun geliefden aan het front staan. O Heere, breng hen terug. En dat Israël mag leven. Dat Israël werkelijk mag leven. Heere, door de Messias heen. O Heere, schenk dat licht in de duisternis. Dank zo voor alles wat u ons schonk. En we bidden om uw rijke zegen in een ieders leven persoonlijk. Dat die vrede, die shalom van u, ons mag vervullen. Heere, we bidden voor ons land en volk, voor de politiek. Heere, wat bijzonder dat we die getuigenissen mochten horen. Ook als er een stemming is binnenkort voor de Tweede Kamer. O Heere, geef dat daarin uw stem nog mag worden gehoord. Geef een wederkeer, geef bekering. O Heere, werkt u krachtig door. Geef een hartelijk roepen om u. Wij smeken of u ons dat wil schenken. We hebben het er niet naar gemaakt. Heere, we hebben het er naar gemaakt dat u ons zal wegdoen. Maar Heere, u bent trouw aan uw verbond. Laat ons dat zien. Laat ons dat merken. Zo besluiten we onze gebeden, Heere. Niet uit verdiensten, maar in Jezus' naam alleen. Amen. Allen wel thuis. Bijzonder om hier te zijn geweest. En ik wens u nog een rijk gezegende avond en een goede nacht toe.